Alle ogen waren vanochtend gericht op Zhuhai Bin. Morgen wordt hij nog gekeurd en daarna officieel gepresenteerd. Maar vandaag mocht hij al meetrainen met PSV. En werkelijk alle bewegingen werden op de gevoelige plaat vastgelegd door de meegereisde Chinese journalisten. Zo kon het dus gebeuren dat alle balcontacten, en zeker het eerste, te zien zal zijn in China, in de kranten en op internet. Su is een middenvelder die zich richt op de plek Timmy Simons. Althans, dat is zijn grote voorbeeld, zo zegt hij. Hij is 37-voudig Chinees international. En in de partij 3 tegen 3 ging het niet al te soepel voor de eerste keer. Jong PSV afgelast, dus Freek Heerkens erbij, die hier gaat scoren. Dan passeert Bas Roorda, verder ook Koevermans, Kromkamp, Zonneveld en Mazza van de partij. En de verliezers van ieder partijtje dat op tijd werd gespeeld, moesten een sprintje trekken. En hij had het zwaar op zijn eerste dag. Zat in de verliezende partij en op het sein van Jan Wouters even op en neer. Het was zijn eerste training sinds 2 weken. En hij moet nog even wennen. Alle aandacht dus naar de Chinees, maar Mike Zonneveld maakte de mooiste goal van de ochtend.